weer kijkt naar groot en klein nieuws uit uw eigen buurt. Met deze week in de uitzending de Buurtbeursvloer. Een beursvloer waar ZZP'ers, wijkbewoners en lokale initiatieven elkaar kunnen vinden. En dan, wat is er nou leuker dan rennen, springen en salto's maken? Enthousiaste kinderen dus bij de gratis workshop Freerunnen. En tot slot brengt Annemieke Bastiaans een bezoek aan Beleef je Sieraad. Een open dag voor de sieraden- en horlogebranche. Ja, hier gebeurt het dus. Dit is de eerste buurtbeursvloer in Leidsche Rijn. En die wordt georganiseerd door de Vrijwillige Centrale Utrecht. Welzaam en Doenja. Mooi toch? En wat gebeurt hier vandaag? Vandaag organiseren we de buurtbeursvloer Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. En dat is een evenement waarbij eigenlijk lokale wijkbewoners met elkaar maatschappelijk netwerken. Dus bijvoorbeeld lokale ondernemers bieden iets aan en lokale buurtinitiatieven of vrijwilligersinitiatieven zijn ergens naar op zoek. En zo netwerken ze eigenlijk met elkaar en worden er allerlei matches gemaakt tussen het vraag en het aanbod dat er is in de wijk. En dat is heel breed, van de Rabobank tot aan een losse buurtbewoner die bezig is met een weggeefwinkel bijvoorbeeld. En ik heb begrepen, het gaat niet echt om vrijwilligers te krijgen, maar het gaat echt puur om de matches. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Het gaat echt om het leggen van de contacten in de wijk. En het gaat ook over het uitwisselen tussen ondernemers en bedrijven en lokale ZZP'ers. En die willen zich vaak niet binden als vrijwilliger voor een lange tijd. Maar wel bijvoorbeeld iets anders aanbieden, zoals spullen of advies of wellicht een bedrijfsuitje. Ja, want stel je voor, hoe moet ik zo'n match voorstellen? Er is een organisatie en die is op zoek naar een lunch, een fijne lunch om iedereen te bedanken die al jarenlang actief meewerkt. En dan is er de lokale plus en die zegt, ik wil dat best sponsoren voor een keer. Of er is iemand die is heel hard op zoek naar een goede banner. En dan is er een lokale ondernemer en die zegt, ik wil best een keer een banner voor jullie maken. Jullie hebben al een beetje een match misschien. Wat hebben jullie besproken? We hebben besproken waar we allemaal werken of wat we doen in het dagelijks leven. Dus eigenlijk waren we daar nog een rondje van aan het maken. Ik heb het idee dat jullie al een beetje een match aan het worden zijn. We zijn daarover aan het brainstormen. En wat voor match moet het worden? Dat was jouw vraag. Hè? Ik speel in een speelfilm over Leidsche Rijn. En ik zou het heel leuk vinden als in de tijdschrift Leidsche Rijn Magazine daar een stukje over geschreven werd. En dan kom je dan een redactrice tegen. En ik denk, ik grijp mijn kans. De eerste match. Ik ben benieuwd. Dat klopt. Ik ben Iris van Raum, openbare expositieplaats bij het Berlijnplein. En ik heb een match met... Met mij, Lonnie. En wie is mij? Lonnie Derwoord van het Inbetween Café Leidsche Rijn. En de match is? Wij hebben twee vacatures binnenkort. En het blijkt dat Lonnie weer een heel netwerk heeft van mensen die een baan zoeken. Dus op die manier zijn wij een match. Volgens mij is er hier een match. Ja, dat is zeker een match. Daar zijn we heel blij mee. En wat is het voor match? Het is een match tussen Reinaarden en Emmaus. Wij hebben als Reinaarden als voor de woonlocatie drie ringen... computers en of iPads of tablets gevraagd, zodat onze cliënten gebruik kunnen maken van die apparatuur om mee te kunnen in de wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt. En hier is een match ontstaan. Zien jullie goed in gesprek? Wat voor match gaat dit worden? Ik ben nog aan het luisteren en ik ben hier met een aanbod. Hè. Ik ben van Rabobank en ik wil kijken hoe wij de samenleving kunnen versterken. En ik ben net in gesprek en er wordt nu uitgelegd welk nieuw initiatief je aan het ontplooien bent. Ik weet het nog niet, maar ik sta overal open voor. En wat voor initiatief ben je aan het ontplooien?
Wij zijn eigenlijk in januari in gesprek gegaan met de gemeente Utrecht om een leeg stuk terrein bij station, in het stationgebied nieuw leven in te blazen. Om daar eigenlijk een ruimte te creëren waar buurtinitiatieven een plek krijgen om te starten. En wat zou de Rabobank daarmee kunnen doen? Nou ja, we hebben sowieso een netwerk. We hebben kennis. We kunnen misschien meehelpen om wat meer exposure te genereren. Kapitaal hebben we natuurlijk ook. We zijn een bank. Dus we kunnen aan sommige goede initiatieven ook een financiële bijdrage leveren. Maar dat hangt er helemaal vanaf hoe en wat. En het leuke van die beursvloer vind ik eigenlijk, is dat je kan allerlei ingewikkelde aanvraagprocedures gaan verzinnen. Maar hier kom je gewoon in gesprek met elkaar en gaat het veel sneller. Dat is een superleuk initiatief. Vertel eens even, wie zijn jullie? Ik ben David. Demi. Ik ben Kai. En ik ben Diede. Hey, en wat is jullie taak hier? Wij proberen de kinderen hier een beetje uitleg te geven en een gevoel te geven van wat het is om te vrierenen. Hoe zijn jullie daar zo op gekomen? Nou, ik ben 3 jaar geleden begonnen met vrierenen in Vleuten toen. Toen ben ik naar IJsselstein gegaan. En ik zei altijd al, ik wil vrierenleraar worden, ik wil een eigen vrierenpark. En toen zijn wij eigenlijk gaan vrierenen bij de speeltent daar. En dat zagen Aster en Juan en Joey. En toen zeiden ze, ja, daar willen we eigenlijk een project mee opstarten. Dus toen hebben we blokken gekocht. En met die blokken trainen wij nu in de speeltuin. En toen zeiden ze, is het niet leuk om veel meer mensen te laten vrieren? Want we horen altijd dat mensen willen vrieren met ons. En toen dachten we, ja, dat gaan we doen. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om een soort workshopdag te geven. Ik ben hier namens Ik Ben Geweldig. Wij hebben deze activiteit eigenlijk mede geholpen om de jongeren te coachen en te financieren. Oké. En kun je iets meer vertellen over deze organisatie? Eigenlijk wat we doen is als jongeren een idee hebben, dan kunnen ze naar ons toe komen. En dan kunnen we kijken, is het een idee voor een ander? Dat is eigenlijk onze grote eis, zeg maar, dat het een idee is voor iemand anders. En dan kunnen wij coaching bieden voor het maken van een begroting, een planning. En kunnen we geld bieden om het ook echt waar te maken. Waarom is het nou juist zo belangrijk voor deze groep om mee te doen met een sportactiviteit? Nou ja, de doelgroep 10, 14 jaar is natuurlijk ontzettend actueel in Vleuten de Meern. Er zijn best wel wat groepen die bijvoorbeeld overlast kunnen veroorzaken. Dus er zijn allerlei partijen mee bezig. Freerunnen is iets wat ontzettend populair is. Zeker ook in de leeftijd 10, 14. Iets waar ze heel graag mee bezig zijn. En hoe mooi is het om dan je talent te delen met anderen. Wat vind je ervan tot nu toe? Nou, het gaat hartstikke leuk. Ze gaan lekker aan het springen. In plaats van dat het met dit rot weer buiten springen, kunnen ze nu lekker even in de gymzaal aan de slag. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik vind het heel leuk omdat je zelf je eigen gang kan gaan en kan doen wat je wil. En ook qua springen en qua salto's en andere tricks die we gaan doen. Had je al eens een keer zoiets gedaan? Wel eerder op school, maar niet echt zo. Dit evenement is voor kinderen georganiseerd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. De bedoeling is juist om niet dat professionals iets voor kinderen gaan organiseren. We gaan gewoon met de kinderen kijken van, goh, wat vinden jullie leuk en waar liggen de behoeftes? Daar zit een mooi voorbeeld van, dat er kinderen zijn die freerunning heel leuk vinden. En zoiets hadden van, nou weet je, we willen heel graag meer kinderen in de wijk die ook freerunning leuk gaan vinden. En misschien het ook wel gaan beoefenen. Dus dan motiveren en stimuleren we ze. Welzaam, Stichting Jou, om te kijken van nou, wat kun je daar zelf in? Ik bedoel, professionals kunnen het organiseren, maar ja, we proberen jongeren daar wel in te ontwikkelen en zelfredzaam in te maken. Zodoende hebben ze dit activiteit zelf georganiseerd en opgezet.
Hey, en hoe vinden jullie dat de kinderen het doen? Ik vind het super goed gaan. Ook deze jongens, want ze zijn vrij jong nog. En als ze gewoon dit al kunnen organiseren op deze leeftijd, vind ik wel echt kikker. Vind ik echt vet. Wat is er nou zo gaaf aan freerunnen? De vrijheid in wat je aan het doen bent, in de bewegingen, in de salto's. Ja, je bent alleen daarop gefocust en dat is voor mij een heel mooi ding om te doen. Het is vandaag de dag van Beleef het Sieraad en we gaan op bezoek bij Ronald en Joan Kuijer. We gaan ze even in het zonnetje zetten, want dit zijn vakmensen, edelsmeden. Ronald, we staan in jouw eigen atelier in huis. En ik zie er al een heel mooi collier, maar ik las ook dat jij ideeën van mensen gebruikt voor je sieraden. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Het kan zijn dat mensen dan zeg maar oude sieraden hebben. En dat ze zeggen van, dat wil ik dan in een moderne uitvoering hebben. En het kan ook zijn dat iemand zegt van, ja, ik loop zo lang te zoeken bij juweliers of op internet. Maar ik wil een bepaalde combinatie van een sieraad hebben. Kan je dat van mij dan ontwerpen? En daar ben ik dan in gespecialiseerd. Ik zie ook een heleboel trouwringen inderdaad. Wat vind je leuker, een trouwring maken of een ander sieraad waar je helemaal op los mag gaan? Andere insteek is zeg maar dat ik mensen dan zeg maar ook wel een beleving wil geven. Dus niet dat ik alleen maar een sieraad maak, maar dat ik dan ook een soort bijvoorbeeld een fotoserie maak van een grondmateriaal, staafje, blokje en vanuit daaruit dan een ring creëer. En dan met foto's erbij, losse stenen. Op een gegeven moment zitten de stenen er ook in. Of dat ik laat zien hoe je zo'n steen erin kan zetten. Dat is dan zeg maar het extra erbij, dat het heel persoonlijk is. Want de beleving is eigenlijk dat je meegaat in jouw werkwijze. Dat je ziet hoe het wordt opgebouwd. Ja, ik ga zeg maar in de flow mee van die mensen. Die mensen hebben dan een gevoel voor een sieraad, zeg maar. En dan neem ik die mensen dan mee in die beleving. Dat het niet alleen op het eindresultaat gaat, maar ook om het werkproces. Want stel je voor dat ik zou gaan trouwen en ik heb totaal geen idee wat ik wil. Kan ik dan ook bij jou terecht? Ja, dat kan. En als je zegt, maak iets moois, kan ik iets moois maken. Maar één maniertje is dat ik het balletje naar jou toe speel. Dat ik zeg, als jij nou mooie plaatjes op zoek, van mooie schoentjes, mooie tasjes, mooie auto's, leuke oorbelletjes, al zijn ze in plastic, dan ga ik dat vertalen in mooie trouwringen. Zullen we eens even kijken hoe je echt aan het werk gaat? Want dat wil ik wel eens heel graag zien. Kleur in dat sieraad. Hoe heet dit sieraad? Het sieraad heet Levensfontein. En die kleuren, zeg maar, alle edelstenen komen in alle kleuren voor. Heel veel mensen weten misschien wel, saffieren zijn blauw, robijnen zijn rood. Maar de basis van die steen is dan korund. En al die korunden, die worden gekleurd door metalen in de natuur. Dus je hebt ook paarse saffieren, gele saffieren, roze saffieren. En dat kan ook met diamant of met andere edelstenen. Ja, het is echt heel erg prachtig. Dit zou echt wel in een museum kunnen liggen, zo mooi. Zeg maar het zusje ervan, dat ligt tegenwoordig in het museum in Schoonhoven, het Zilvermuseum. Dat is dan een hanger is dat. En die is geïnspireerd op de gulden snede. En deze ring is gemaakt naar aanleiding van de botanische tuinen. Met een soort overzicht in toonstelling met 16 andere Utrechtse smeden. En het thema heet was dan leven. Dus vandaar dan ook de naam Levensfontein. Oh ja.
leerzame dag vandaag, want ik heb geleerd dat er verschillende kleuren zijn in edelmetaal en edelstenen. Dus alles is mogelijk voor jou en voor mij. Die mag ik denk ik niet mee naar huis nemen, maar ik heb hem nu even op. Zeker. En dan zijn we alweer bijna toegekomen aan het einde van onze uitzending. Maar wilt u de filmpjes nog eens een keer op uw gemakje terugkijken? Dan kan dat via ons eigen YouTube-kanaal of via de website. Wens ik u nog een heel goed weekend. Graag tot volgende week. Dag!